Goedenavond, dames en heren. Er is een tekort aan technisch werknemers. Leerlingen zijn niet geïnteresseerd in een technische opleiding. En wat heeft dat voor gevolgen? Ik praat hier vanavond over met Roline Kranenborg, coördinator bij Talentstad. En Richard van Hoogwaarde, hoofdopleiding en trainer bij Scania. Floor Siegler, stadsmaak, vertelt over haar nieuwe uitvinding, de dwarsligger. En Koen Stam, manager bij Teamleader, vertelt over de uitdagingen van het MKB nu het economisch beter gaat. Het is 8:55. We gaan beginnen. Goedenavond, dames en heren. Er is een tekort aan technisch werknemers. Dit heeft grote gevolgen voor een bedrijf zoals Scania Vrachtwagenproducties. Wij vroegen leerlingen van Talentstad naar hun toekomstplannen en namen hen een dag mee naar de fabriek van Scania. Ik sta vandaag hier naast René van de school Talentstad. Hallo René. Hi. Hi Quincy. Hallo. Jij zit in het tweede leerjaar. Jij moet een studiekeuze gaan maken. En heb jij toevallig al een keer gedacht over techniek? Ja, zeker wel. Ken je dan toevallig ook het bedrijf Scania? Ja, dat ken ik. Mijn vader heeft daar vroeger al gewerkt. En vandaar ken ik dat. Nou, dan heb ik iets leuks voor je. Ik neem jou vandaag mee naar het bedrijf Scania om te laten zien wat het proces daar is. Dat is wel gaaf. Dankjewel. Nou, we hebben nu de rondleiding gehad bij Scania. Wat vond je er nou van? Ik vond het heel leuk. En wat vond je nou het leukste? Om echt te zien hoe die mensen aan één vrachtwagen werken en gewoon dat hele proces. Oké, en heb ik toevallig jouw keuze beïnvloed om van zorg en welzijn naar de technische sector te gaan op school? Ja, ik denk het niet. Ja, je hebt hem wel beïnvloed, alleen ik zou niet echt iets willen doen richting de autotechniek of zo, of met vrachtwagens. Oké, nou wel fijn dat je dat nu weet na vandaag. Hopelijk heb je het toch heel erg naar je zin gehad en dankjewel dat je mee was. Ja, ik vond het heel erg leuk. Ja, dankjewel. Ja, Richard, wat vind je hier nou van? Ja, mooi bedrijf, hè, Scania. Dat allemaal zomaar kan. En zomaar de fabriek in en mensen rondleiden. Kijk, en dit is een voorbeeld. Er zijn twee mensen, dacht ik, twee kinderen die in een bedrijf rondgeleid zijn. Dit gebeurt. En iedereen heeft het recht om een keuze te maken die hij wil. En soms valt het balletje de andere kant op. En dan kiezen ze wel voor een technisch beroep en kiezen ze voor Scania. Het is niet anders. Dit is gewoon een fact of life. Dat is één ding. Ander ding is, we kunnen natuurlijk wel op 14-jarige leeftijd bij het VMBO kinderen beïnvloeden om te kiezen voor een technische richting. En of dat nou vrachtwagentechniek is, wel anders. Dat maakt op zich niet zoveel uit. Maar we willen wel die mensen binnenhalen. En dan begint het eigenlijk op het VMBO al. Ja, want zijn de leerlingen ook echt gemotiveerd? Want jullie geven natuurlijk rondleidingen voor scholen. Merken jullie dan ook dat er ook leerlingen echt zijn gemotiveerd zijn om later in de techniek te gaan werken? Ja, je ziet vaak als ze de rondleiding hebben gehad, dan laten ze dat even voor wat het is. Dan wordt er over gepraat zodra ze buiten de fabriek zijn. En het gebeurt regelmatig dat ik een telefoontje krijg van mag ik nog eens een keer langskomen. En dan staan we uiteraard toe. En we zijn ook bezig nu met de BBL-leerlingen, beroepsbegeleidende leerweg. Waarbij we een leerwerkplek aanbieden. Waarbij ze na afloop een vaste baan kunnen krijgen bij Scania. Dan betalen we ook de opleiding bij het Deltion College in Zwolle. Ze krijgen een normaal salaris, werken 5 dagen in de week. En we betrekken daar ook de ouders bij. Ja, want jullie hebben natuurlijk in Scania zelf hebben jullie de Academy. En daar nemen jullie ook leerlingen aan? Nee, eigenlijk is het aannemen van leerlingen een zaak van Human Resources. Dat doen wij in principe niet. Er zit wel een hele sterke band tussen de school en Human Resources. Zij nemen aan, wij leiden op en we begeleiden de opleiding. Nou, kijk, Roline even aan. Roline, jij bent coördinator bij Talentstad. Hoe motiveren jullie de leerlingen om een technische opleiding te gaan doen? Nou, we beginnen al heel jong. Eerste en tweede klas, dan krijgen ze TIS. Dat is talentinzicht. En dan laten we ze kennis maken met alle profielen die wij op school hebben. We halen gastdocenten in huis, zodat die kunnen vertellen wat het inhoudt om dat werk te gaan doen. Maar we gaan ook heel graag met de kinderen op pad. Juist zo'n voorbeeld als bij Scania. Je hebt van tevoren geen flauw benul hoe dat eruit ziet. En dan is het hartstikke mooi om op de werkvloer te krijgen. Ja, dus jullie werken wel met Scania nou samen? Ja, zeker. We hebben jongens en een meisje die hebben autotechniek gekozen. Maar we hebben niet de module bedrijfswagentechniek. En dat doen we dan samen met Scania. Dan krijgen ze de theorie bij het ROC. En dan gaan ze stage lopen bij Scania. Ja, mooier kan je niet hebben. Ja, sterker nog, die samenwerking gaat nog verder. Ja.
Want we zijn nu bezig om een uitwisselingsprogramma te maken met Zweden. Ja. Dus een van mijn mensen die in dat filmpje zag is in Zweden geweest. Samen met een aantal docenten. Die hebben een programma in elkaar gezet. Ik hoor morgen hoe dat uitgepakt is. En dan gaan we dat opstarten. En dan gaat er een clubje van Talentstad richting Zweden. In een uitwisselprogramma. En nou noemde jij nog net even jongens en één meisje. Is de verhouding tussen jongens en meisjes is die groot? Ja, binnen de autotechniek wel. Dat is echt wel heel veel jongens en een paar meisjes. En we hebben ook we hebben verschillende profielen. We hebben ook nog Pi. Dat is meer produceren, installeren en elektrotechniek. Daar lopen ook een paar meisjes. Maar ga je bijvoorbeeld naar zorg en welzijn, dan zijn het voornamelijk meisjes en er zijn een paar jongens. Ja, Richard, merk jij ook dat er weinig vrouwen in het bedrijf werken? Nee, dat merk ik niet. Er werken vrouwen bij ons. Sterker nog, onze doelstelling is om dit jaar 1% meer te halen. We zitten nu op 12% en dan gaan we naar 13%. En dat is gewoon een indicator die we gesteld hebben. En dat doel willen we graag halen. Dus gender diversity is een ding bij Scania. Goed. Nou, ik denk jullie allebei wel. Dank je wel. Een bankje om de kloof tussen de samenleving en de overheid kleiner te maken. Floor Ziegler kwam met een geweldige uitvinding. Wij hebben een bankje bedacht dat heet de dwarszitter. De dwarszitter is een bankje dat je haaks op een ander bankje kan plaatsen midden in de samenleving. Als luisteraar nodig je de mensen in de straten uit om je bankje dwars te komen zitten en vraag je aan de dwarszitter: wat zit u dwars? De politieke partijen gaan nu ook de straten op. En dat doen ze eigenlijk altijd vooral vlak voor die verkiezingen. En ik geloof dat wij dat eigenlijk het hele jaar door moeten doen. Er zijn drie vragen die u kunt stellen als luisteraar. Wat zit u dwars? Wat doet u er zelf aan? En heeft u misschien ook een hobby? Echt gaan luisteren naar mensen zonder oordeel, dan zullen wij elkaar beter gaan begrijpen. Ja, Floor, hoe ben jij op het idee gekomen om dit bankje te maken? Nou, ik heb hem niet zelf gemaakt, maar ik heb hem inderdaad wel bedacht. Dat is op de dag dat Trump verkozen werd, heb ik dat bedacht. Omdat ik toen merkte in Nederland en in de wereld dat mensen allemaal heel erg boos waren om mij heen en verongelijkt. En ik werk in mijn projecten eigenlijk met alle soorten mensen, ook met mensen die op verschillende politieke partijen stemmen. En vanuit mijn projecten heb ik altijd eigenlijk al ervaren dat als je echt naar mensen gaat luisteren wat hun dwars zit, waarom ze boos zijn, dat je bij hele universele angsten komt, onzekerheden die we allemaal van elkaar begrijpen. Dus het bankje heb ik in die tijd van de verkiezingen in Nederland bedacht. En ik ben letterlijk toen heel veel de straat op gegaan met allemaal andere luisteraars. En kwamen er al vrij snel achter dat of je nou met een PVV-stemmer sprak op de Dappermarkt of een GroenLinks-stemmer of een PvdA'er met een roos in zijn hand, uiteindelijk begrijpen we elkaar altijd. Omdat als je doorvraagt, dan gaat het natuurlijk vaak over: ik ga mijn baan verliezen, de markt gaat verdwijnen, de vluchtelingen nemen onze huizen over, mijn kinderen hebben geen toekomst. En dan begrijpen mensen elkaar weer als mens. Dus het gaat dan eigenlijk over dat je niet meer in een rol zit, niet een politieke partij, niet in een systeem, maar je gaat als mens weer luisteren naar elkaar. En dat is eigenlijk waar het bankje voor staat. Dat we weer gewoon echt luisteren in plaats van dat we een oordeel hebben en dat we meteen ook de ander gaan vertellen hoe het zit. En dat is natuurlijk het allermoeilijkste. We vinden het als mens heel erg moeilijk om echt te luisteren zonder het voor de ander in te vullen. Maar als dat lukt, dan weet je elkaar eigenlijk altijd te vinden. En dan is die vraag, tweede vraag van wat doet u er zelf aan, is om mensen even uit die klaagstand te krijgen. Dat gebeurt natuurlijk ook regelmatig. Mensen een beetje blijven hangen in het boos zijn. En dan merk je eigenlijk ook in het gesprek dat mensen eigenlijk altijd in hun leven wel iets doen. De ene kookt voor zijn buurvrouw, de ander maakt de straat schoon. En dan zeg ik altijd, nou, u bent eigenlijk ook een stadmaker. Iedereen doet wel iets voor de wereld. En de hobby is een hele essentiële, want als je mensen vraagt naar hun passie, dan zie je altijd de twinkeling in de ogen. En dan gaan mensen zeggen, ik hou ontzettend van vissen of van biljarten of van zingen. En dat is het moment dat je eigenlijk weer mensen kan verbinden. Want dan zeg je, laten we een keer samen naar de vogeltjes kijken in het Oosterpark, waar ik dan een alcoholist sprak die helemaal gek was van de vogels. Of we gaan een keer samen naar het clubhuis om te biljarten. En dan kan je elkaar vinden in de passies die je met elkaar deelt.
Nou, ik heb eigenlijk al heel veel verteld, hè? Ja. Je hoeft mij geen vragen te stellen, hoor. En als je dan eens kijkt, merk je ook dat het bankje werkt in de praktijk? Merk je dat mensen ervoor meer openstaan? Nee, dat niet. Nee. Grapje. Zeker. Nee, het is zelfs zo dat het in die tijd rond de verkiezingen het bankje veel besteld is door politieke partijen. Dat onze politiek leiders van Amsterdam hebben er eentje van mij gekregen. Heel veel wethouders, burgemeesters. Hij wordt eigenlijk nog steeds heel regelmatig besteld. En dat komt natuurlijk omdat we in een, zoals ik dat altijd zelf zeg, in de kanteling van de wereld zitten. De systeemmensen beginnen steeds meer weer te beseffen. We moeten naar de mensen in de straten luisteren. Maar weten heel vaak niet meer hoe je dat doet. En zo'n bankje is eigenlijk een soort van makkelijke verbinder op straat. Omdat je kan over dat bankje eerst beginnen te praten. Of je kan inderdaad mensen uitnodigen om erop te komen zitten. Dus ik heb bijvoorbeeld met de burgemeester in Harderwijk met het bankje door Harderwijk gelopen. En dan gingen we met hangjongeren op straat praten. En dan hoorde Harm-Jan van Schaik ineens verhalen van die jongeren die hij nooit hoorde. En dan zei hij van, maar waarom kom je niet in mijn gemeentehuis? En dan zeiden die jongeren, ja, wat hebben we daar te zoeken? En toen heeft Harm-Jan ook met ze afgesproken, ik kom gewoon vaker op dit plein met jullie praten. Omdat hij ineens besefte van, als ik naar hun toe beweeg, dan hoor ik wat er bij de jongeren speelt. En dan blijken ze heel veel goede ideeën hebben. En, nou, dus het werkt. De eenzamen in Nieuw-West hebben we opgespoord. In Egypte de kameeldrijvers heb ik laten dwarszitten. In Taiwan zijn ze al gemaakt. Dus dan kan ik zeggen, ze made in Taiwan. Dus we hebben ze eigenlijk overal al ingezet. Dankjewel. Koen Stam, Sales and Marketing en Social Dynamics. Je heeft geholpen met de groei van Teamleader. En de economie gaat weer de goede kant op. MKB's moeten daardoor weer groeien. Hoe kunnen ze dat nou goed doen? De economie gaat goed, ze groeien hard. Maar goed, digitale transformatie komt ook heel erg bij kijken. Grote bedrijven hebben meer geld om te innoveren en daardoor ook technologie voor in te laten werken. Ik denk dat voor het MKB heel belangrijk is inderdaad ook dat ze gaan inzien dat zij ook een stap moeten maken in digitale transformatie. En dat hoeft tegenwoordig ook niet meer. Hè. Je hoeft niet meer hele grote bedragen te investeren, ook om jezelf met marketing en andere dingen te uiten. Ja, het kan op hele simpele, laagdrempelige, soms wel gratis manieren, hè, met tooling en andere zaken en via het internet. En dat denk ik dat ondernemers wel meer en meer kunnen gaan gebruiken om het nog steviger en nog sneller te groeien. En merk je ook dat de nieuwe technologie van tegenwoordig dat daarbij helpt, bij de groei? Het helpt wel, maar het raar is bij de ondernemer ook. Wij zelf in ons bedrijf ook doen heel veel onderzoek. Dat is ook een beetje wat ze aan Flora heeft. De markt ingaan, dat ondernemers zien dat ze... even kwijt hoor, zul je meer vragen nog een keertje? De nieuwe technologie, hoe het daarbij helpt bij de groei? Nou, dat wil ik ook aangeven, maar dat is even kwijt. Maar inderdaad, we hebben onderzoek gedaan onder het MKB om te kijken waar een ondernemer echt naar onder groei te kijken van, hey, maak zij gebruik van tooling. En wat je daar heel juist ziet, is dat eigenlijk het MKB heel beperkt gebruik maakt van technische tooling die eigenlijk wel voor hun beschikbaar is. Dat ze nou eigenlijk op een hele traditionele oude manier gewoon doorgaan. Ze groeien wel hard. En ik vind het altijd wel geinig als je, kijk eens een keer naar de hovenier of de schilder of iedereen die bij jullie thuis ook binnenkomt. Als je wel eens vraagt van, hey, wat gebruiken jullie ook om... Ze krijgen heel veel aanvragen. Maar ze weten die vaak niet heel effectief op te volgen. Ze laten die ook heel vaak, ik weet niet hoeveel ervaring wij zelf ook hebben, dat ze altijd moeten wachten, ook op de factuur, voordat je die krijgt, als je de dienst verleend hebt. En dat is eigenlijk heel zonde. Het MKB kan daar door hele betaalbare tooling en soms gratis tooling, veel efficiënter en professioneler overkomen naar hun klanten toe. En ik denk dat het wel heel belangrijk is dat ze dat meer moeten gaan omarmen. En dat zien ze nog te weinig, want ze zijn zo druk bezig met hun dagelijkse dag, dat ze soms niet de tijd nemen om even achterover te leunen en te kijken van, hé, maar wat is er eigenlijk allemaal voor mij beschikbaar, wat ik wel kan toepassen. En daar vind ik het voor heel veel softwarebedrijven belangrijk dat wij die boodschap naar hun brengen. Dat wij eigenlijk het bankje gebruiken om het gesprek aan te gaan en te zeggen, jongen, weet je wat er voorhanden is? Weet je wat er mogelijk is? Wat zijn de constraints? Wat zijn de beperkingen die je nu ziet om dit voor je te laten werken? En daarvoor heb je eigenlijk het bankje ook nodig om meer in gesprek te gaan. Nou, ik ga hem gebruiken. Ja, hij is wel een beetje kleiner, misschien iets groter, dan heb je iets meer mensen bij elkaar. Maar gaan we een hele grote. Ja. Nou, ik wil jullie allemaal bedanken. Jullie bedanken thuis voor het kijken. En ik zie jullie een volgende keer. Joejoe!